is de missie van de Vinkeniers om energieoplossingen te brengen naar de industrie. We doen dat met respect voor ons nest. Welkom in ons familiebedrijf. Welkom bij de Vinkeniers. Wij bouwen industriële energieinstallaties die biomassa-procesafvalstromen omzetten in groene procesenergie. Bijvoorbeeld in een chocoladefabriek gebruiken we de cacaodoppen om alle energie op te wekken voor het proces om chocolade te maken. Ik geloof dat het sterkste punt van Vink onze cultuur is. De manier waarmee we mee naar de wereld kijken, waarmee we de wereld benaderen. Een vinkenier is ambitieus, blijft verbonden met zijn collega's en blijft altijd zichzelf, 100% authentiek. We hebben een goed product aan een degelijke prijs, maar het echte verschil maken we hoe we die nieuwe culturen benaderen, hoe we onze klanten aanspreken, hoe we projecten aanpakken. Vinken groeit al 102 jaar. We groeien gemiddeld 8% per jaar. En ik denk dat we nog eens voor 100 jaar kunnen aan dat tempo blijven groeien. We willen een goed product leveren voor elke markt en dat overal ter wereld. Elk jaar gaan we ongeveer 1% van onze omzet gaan teruggeven aan mensen met minder kansen. Die projecten worden verzameld door alle vinkeniers wereldwijd en door hen gekozen. Reeds 5 jaar hebben wij een ploeg van de groendienst van een beschutte werkplaats in dienst die instaat voor het onderhoud, het aanplanten van ons bos, onze wijngaard, onze zelfpluchten. Onze oplossing gaat hun afvalstroom en hun energiebehoeften ter plaatse decentraal gaan oplossen. Maakt dat ze geen fossiele brandstof moeten aanvoeren, geen afvalstroom moeten wegvoeren. Wij zijn kathedraalbouwer. We bouwen dag in dag uit aan ons familiebedrijf. Nu al de 4e generatie en willen dit doorgeven aan de 5e generatie. Internationalisatie en innovatie en vooral heel veel passie zijn een middel om dat doel te bereiken. Mochten we deze prijs in de wacht kunnen slepen, dan zou het een hele eer zijn voor ons familiebedrijf en alle Vinkeniers. Het is dankzij onze durf om te gaan ondernemen ver buiten onze comfortzone dat we hier in België zijn kunnen blijven groeien en arbeidsplaatsen hebben kunnen blijven creëren.